Goedendag, hier weer de Cardano Week video. We beginnen met een grafiek met de ISM-index, want daar kijken we wel vaker naar. Een hele belangrijke index, ook een hele lange track record. En wat u hier ziet is de donkere lijn, dat is de ISM-index. Die komt in deze dagen weer opnieuw uit. En we zien ook de Philly Fed-index. En normaal gesproken lopen die heel mooi met elkaar omhoog en naar beneden, logisch. En Philly Fed-index is een hele goede regionale indicator. En nu zien we echt het tegenovergestelde. We zien dat die Philly Fed-index geeft eigenlijk een prachtig economisch herstel aan, terwijl het ISM-index dat helemaal nog niet aangeeft. Nou, in de komende maanden zullen we gaan weten wie de juiste zal geven. De Verenigde Staten kampen met een flink begrotingstekort, dat zien we hier. Maar het leuke aan deze grafiek is, dit is van de Congressional Budget Office, en die geeft de verwachtingen ook weer. Met deze rente, met deze overheidstekorten, betekent dat het tekort zal zijn bij ongewijzigd beleid. En dan zien we dat dat gewoon rond de 6% per jaar is. En dat is serieus veel. Het financieringstekort is daarmee ook serieus groot. En we zien dat die rente op rente-effecten dusdanig worden dat we in de loop van de tijd zelfs verder op gaan lopen. Dus dit is een heel negatief ding. Ik zeg altijd maar prima zo'n pagina 16 verhaal in de krant. Die op weg is naar, daar let niemand op pagina 16. Die op weg is om een pagina 1 verhaal te worden. En dan let iedereen erop en dan is lijden in last. En een van de dingen waarom het mogelijk een probleem gaat worden op korte termijn is dat de Verenigde Staten een vrij korte looptijd heeft van zijn staatsschuld. U ziet hier dat er voor volgend jaar 2500 miljard moet worden afgelost. Dus hergefinancierd tegen de flink hogere rente. En nog eens een begrotingstekort van 2000 miljard. Dus samen 4500 miljard wat opnieuw moet worden gefinancierd. Dus daar moeten obligaties voor worden uitgegeven. En dat belooft een zeer grote uitdaging te worden. En dan, als we het over schulden hebben. De schulden en de onroerend goedbubbel in China, die is duidelijk gebarsten. Afgelopen jaren hebben we daar een hele flinke groei gezien. Dat is heel goed voor de economie. Ieder huis wat gebouwd wordt betekent een enorme driver voor de totale economie. En hier zien we de bijdrage. Dat was echt wel serieus groot. Maar nu die onroerend goedbubbel gebarsten is, ja, dan zien we een negatief effect. Nou, de eerste negatieve effecten zien we nu al. Maar dat duurt heel lang voordat het uit het systeem is. En dat zien we de komende jaren. Dus het zal voor de komende 10 jaar nog op de economische groei in China drukken. Nou, helaas wat somber nieuws allemaal, maar gelukkig gaan we de Japan PMI services zien. Die staat flink boven de 50 de komende weken en dat ziet er goed uit. De Japanse economie draait goed. Logisch, omdat de yen zoveel goedkoper wordt, kunnen ze makkelijker exporteren. Over het algemeen erg goed. En de ISM services index ook erg belangrijk. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.